Welkom lieve mensen bij deze piramide reading. Ben je nieuw? Wees van harte welkom. Kijk even of het resoneert. Vaak helpt het als je abonneert. Ik ben namelijk een channeler, dus dan pik ik later vroeg ook jouw energie op. Waardoor de readingen beter en beter met je gaan resoneren. Ik heb meerdere kanalen, dus kijk ook zeker hieronder voor nog meer gratis readingen. Of als je graag een healing of privé reading wenst, dan daar ook mijn contactgegevens en mijn website. Welkom terug allemaal voor de frequente kijkers. Dankjewel voor het liken, voor het delen, voor de vele nieuwe abonnees, donaties, vele verzoeken voor privé readingen, hearingen, coaching, begeleiding. De vele interesse in de verlengingen en de vele donaties. Dankjewel daarvoor. We gaan zometeen de tea leaves gebruiken en de mystical moments tarot. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Dit gedeelte mag ik gebruiken. Wat mogen wij weten? Eerst begin ik met channelen. Er komt een nieuw persoon op je pad. Ik weet alleen nog niet wat deze persoon gaat betekenen. Ik weet ook niet of het gaat om een... Om wie gaat het? Het gaat om een bekend persoon, dus iemand uit het verleden komt terug. Het is een vrouwelijk persoon of iemand in vrouwelijke energie. Ik krijg de naam Jasmin heel sterk door. Blonde dame, blauwe ogen. Jasmina kan ook. Jackie voor sommigen. Jocelyn. Ik krijg ook iemand door met zwart haar of donker haar en groene ogen. Of bruin haar, bruine ogen en olijfkleurige huid. Ik zie ook iemand met een donkere tint. Mooi kroesig haar en blauwe lenzen. Dus kijk maar even wat voor jou resoneert. Deze persoon komt terug in je leven. Kan zijn dat dit een coach is of dat iemand of dat deze persoon jou op weg kan helpen met verder te groeien. Kan zijn dat deze persoon contact met je op gaat nemen. Of dat je op de een of andere manier weer samen op hetzelfde pad wordt gezet, waardoor je elkaar tegen gaat komen op een of andere manier. Wat mogen we hierover weten? We hebben de draak, we hebben de dame, we hebben de muizen, we hebben het veertje, de bezem en de portemonnee. Ligt alles goed? Met die draak krijg ik meteen een niet zo fijne energie door. Dus deze coach is niet zo puur en zuiver waar je mee te maken hebt. Het kan zijn iemand die je kent vanuit het verleden. Het is iemand die graag een klantenbinding doet en doet dus alles om... Hij is heel commercieel ingesteld. Dus ze zal je bijvoorbeeld, als ze het kan, dan probeert ze je op de een of andere manier steeds weer naar haar toe te laten komen voor een reading of voor een heling of voor kristallen te verkopen of voor mediumschap. Het is er maar net wat, en jij hebt dat door, daarom heb jij ook het contact verbroken met deze persoon.
En ik heb ook het gevoel dat zij weet dat jij dat doorhebt. Jij hebt ineens uit het niets, heb jij, jij volgde bij haar wat, een healing of een reading of mediumschap of een opleiding, want het is ook iemand die opleidingen verzorgt, een helingstrajecten. Op een gegeven moment, ik denk dat jij dit bent. Ben je voor jezelf opgekomen? Jij voelde van nee, dit is niet oké met die draak. Je voelde dat ook koude energie. Kan zijn dat je met een reptilian te maken hebt. Maar je voelde koud, afstand, je voelde geen connectie. De manier, de methodes. Ja, jij bent eerlijk, jij bent oprecht. En ik denk dat dat ook is wat jou heeft doen triggeren om de boel te stoppen. Om de connectie te stoppen of om te stoppen met een opleiding of wat dat ook was. Ik voel iets met amok maken met die muizen. Kan zijn dat deze vrouwelijke coach of een coach in vrouwelijke energie, maar ik krijg voor een merendeel krijg ik een vrouwelijke coach door. Veroudering hoor ik. Wat is er met die muizen? Toch krijg ik het idee, want ik zei daarnet met die draken, een reptilian. Met die muizen krijg ik zo'n scène uit V, een heel oude science fiction serie die ooit eens op televisie is geweest. En dan zie je dus ook die reptilians die dus muizen zo, huppatee, achterover schuiven. Ik hoor iets over manipulatie. En jij volgt dat niet de mainstream. Het kan zijn dat deze persoon amok gaat maken in je leven. Energetisch voornamelijk. Maar ik denk dat ze je onderschatten. Dit met back to basic, jij wordt beschermd door het universum, het goddelijke, de kosmos. En jij mag geen haar gekrenkt worden, hoor ik. Dus als deze persoon jouw negatieve gedachten, energie, wat ze dan ook doen, hè, dat krijgen ze in drievoud terug. Vandaar ook drie ratten hier. Ja, er staat wel muizen, maar ik voel ratten. Drie ratten. Deze persoon werkt samen met een partner en misschien een zoon of dochter, stiefdochter of stiefzoon. Die persoon, die coach, hè? Die vrouwelijke coach, die is pas verhuisd. Dat is ook al de zoveelste keer voor qua verhuizing. En zij proberen door te verhuizen een bepaalde image op te houden. Zo van, het gaat heel goed met me. Ik ga van een, weet ik veel, een appartement naar een huis of zo. Of ik ga van een klein huisje naar een huis met een tuin. Dat is image. Dat is een reputatie die men hoog wil houden. Ik heb zelf het gevoel dat ze geen cent te makken hebben. Die tegenstelling, die voel jij energetisch ook. Hè, aan de ene kant een verhuizing naar een grotere woning. En dit moet jou wat zeggen als het met je resoneert. En aan de andere kant bijvoorbeeld met de auto op vakantie gaan en dan op de camping gaan staan. Dat klopt niet. Als jij geld hebt, dan heb je geld. Of je hebt geen geld. Nou kan je wel zeggen, ja, iemand moet ergens op besparen voor dure verbouwingen.
Maar energetisch klopte het ook niet. Ik heb het gevoel dat deze persoon jou volgt of in de gaten houdt. Al is het alleen maar energetisch. Iets met overleden dierbaren. Ik hoor, je bent veel wijzer. Je bent wijs genoeg om voor jezelf op te komen. Laat je niet verleiden. Wat ik net al zei, deze persoon die is goed om je te verleiden om geld uit je zak te kloppen. Wat ik zeg, van ze proberen je meer en meer en meer te verkopen. Dat is die commerciële energie die ik voelde. Dus deze vrouwelijke coach die handelt niet uit integriteit. Maar handelt vanuit eigen belangen en portemonnee. Dat is wat ik hoor. Wat is het advies? Blijf verder van deze persoon. Met deze, wat is het? Insect. Blijf verder van deze persoon. Ze zien dat jij succesvol bent. Dat je het werk doet. En dat jeukt, dat irriteert, dat ik zie iemand jeuken tot krabbers, tot bloedens toe. Dus iemand die dat niet fijn vindt. Kan zijn ook dat je heel veel complimenten krijgt van mensen die heel blij zijn met de manier van hoe jij werkt en dingen doet. Kan zijn dat je binnenkort ook hoort over die ander, die coach, dat ze failliet gaan of dreigen failliet te gaan of dat ze op een gegeven moment zich niet meer aan bepaalde afspraken kunnen voldoen of betalingsregelingen moeten treffen. Dat is wat ik heel erg voel. Dat is de karma die zij krijgen, omdat ze mensen gewoon bedotten, puur uit commerciële belangen, en dus mensen misleiden. En B, ik heb het idee, omdat ze zien dat het goed met je gaat, dat ze je ook af en toe iets toewensen, iets met kaarsen, kaarsenmagie. Hekserij. Iets met. Iets met donkere wolken. Oh. Oké. Okay. Proberen ook jouw energie die je hebt. Die jij heel sterk nodig hebt, die proberen ze ik zie mist en ik zie wolken, dat je niet duidelijk voor ogen hebt welke kant je op gaat, jou in twijfel brengen, dat soort zaken, en dat doen ze op een of andere manier. Spiegelmagic hoor ik ook. Maar in ieder geval, het is dus niet een integer, zuiver persoon. Blijf daarvan vrij. Intuïtie, wat had het dus bij het juiste eind? Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.